U zat bij Lodewijk Asscher beneden ook te kijken naar deze uitslag. Wat was zijn reactie? Er was net als hier in de zaal vooral heel veel stilte. En dit is natuurlijk voor ons allemaal een enorme klap. En ik denk dat alle sociaaldemocraten vanavond een kras op hun ziel hebben gekregen. Hoe komt het? Het is heel lastig om dat te zeggen. We hebben de afgelopen 4 jaar geprobeerd om dit land fatsoenlijk en rechtvaardig uit de crisis te loodsen. Maar ik moet vaststellen dat de resultaten daarvan in ieder geval niet door ons overtuigend naar onze kiezers toe zijn overgebracht. En dat we ze ook niet hebben kunnen overtuigen van onze plannen voor de toekomst. Heeft u het gevoel dat de Partij van de Arbeid wordt afgestraft voor het regeringsbeleid van de afgelopen jaren, voor het samenwerken met de VVD? Of heeft de campagne niet gedeugd? Nou, het is echt te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Dit is natuurlijk een enorme klap voor ons allemaal. Ik wil wel ook van de gelegenheid gebruik maken om alle winnaars van vanavond van harte alvast te feliciteren. En onze kiezers te bedanken en al die vrijwilligers die dag in dag uit voor ons de straat op zijn gegaan. Want daar zijn we wel heel trots op. Maar in uw campagne heeft het niet geholpen. Heeft deze campagne waarin Lodewijk Asscher aan de ene kant de ervaren bestuurder was, die het regeringsbeleid zou moeten verdedigen, die aan de andere kant ook zei, ik neem heel voorzichtig afstand van het regeringsbeleid, is dat een duidelijke boodschap geweest aan de kiezers? Nou, ik snap al uw vragen en ik denk ook dat het belangrijk is dat we met elkaar daar een antwoord op formuleren. Maar we hebben deze uitslag nu net gehoord en die moeten we echt ook met elkaar kunnen verwerken. Dus ik vraag u ook, geef ons de ruimte om dat te doen en we zullen op die vragen ook met een antwoord komen. Maar ik weet niet of dat vanavond al lukt. U bent al heel lang betrokken bij de Partij van de Arbeid, als jong Kamerlid ooit binnengekomen. Nu als nummer 4 op de lijst. Vorige keer, kunt u het een beetje vergelijken, de uitslagenavond van de PvdA van de vorige keer en deze? Ja, de vorige keer was natuurlijk een explosie van vreugde en iedereen was heel erg blij. En nu overheerst verdriet, want dat kan niet anders dan met zo'n uitslag. Maar er is één ding wat door al die jaren heen ik wel geleerd heb. We komen altijd terug. 9 zetels. Dringt het al door? Nou, ik heb denk ik net als alle mensen hier gewoon ook echt tijd nodig om dat te verwerken. Het is een echt zware klap voor ons. Dank u wel.